Are you ready for the love? Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014 met Bliefjes natuurlijk. Vandaag rijden wij in een BR-143 van Virtual Railroads. En ja, vandaag rijden wij naar Düsseldorf heen, dus ik ga nu even met Shift 9 contact maken met de locomotief aan de achterkant. Met T open ik de deuren en ik zal deze map even weghalen voor deze keer. De pantograaf omhoog zetten en hier de hoofdschakelaar aanzetten. Met Shift 8 PZB. En schakelaar naar voren inzetten zodat we natuurlijk wel vooruit gaan rijden. En dan kunnen wij wachten om te vertrekken naar, eens even kijken, we zijn nu in Düsseldorf. We gaan naar iets dat ik niet helemaal goed kan lezen, omdat ik het echt heel minimaal heb. Ik zal eens even snel de settings goed zetten, dat het dan zo, als het goed is moet het nou beter zijn. Ah, veel beter. Even kijken, voor mij, ik weet niet precies wat het is, maar het is in ieder geval Dortz, noemen ze het. En dan Mülheim, even kijken, Leverkusen, Düsseldorf en nog ergens anders een keertje. Maar goed, dat spreekt allemaal voor zich. Oh, die knop, deze knop. En ja, ik ga nu eens een keertje rijden zonder die map onder mij. Dat is een keertje wat nieuws. Dus ik ga nu zeg maar min of meer helemaal blindelings rijden. En we hoeven nu alleen maar even te wachten totdat de conducteur voor ons afluidt dat we mogen vertrekken. Als ik zo op het klokje kijk, is het 5:30 geweest. En als ik op het schema kijk, moeten we eigenlijk 5:30 vertrekken. Oh nee, 27, mijn fout. Dus we blijven nog even geduldig wachten totdat wij de deuren mogen sluiten. En Ctrl T om de deuren te sluiten. Remmen los. En gassen. We mogen in dit stukje 30 km/u. Dat is iets dat ik wel weet. Dus laten we daar ook even rekening mee houden. Stukje sowieso ook eigenlijk niet harder dan 45 km/u, omdat deze hier, de PZB, die is aan het heen en weer flikkeren. Dat betekent dat je dus maximaal 45 km/u mag. En volgens mij mag ik hier dit stukje mag je 40, dus laten we even optrekken naar 40. Staat dus dubbel geel. Dat betekent dat er een rood sein aan zit te komen. Dus we moeten PZB bevestigd drukken. Bij deze. Gaat er een geel lampje zo gaan branden. Wat betekent
dat je eigenlijk niet harder dan 40 mag. Dus laten we dat voor nou ook eventjes niet doen. Deze wel even bij, want ik wil natuurlijk wel zien wanneer we ongeveer weg moeten. Dus laten we eens eventjes hier rond gaan kijken wat hier allemaal zo gebeurt. Zoals je kunt zien rijdt hier ook een BR-143 de tunnel of de brug op, laat ik het zo zeggen, de brug op. Ik heb ook min of meer goed nieuws, want eind januari heb ik een nieuwe PC met een een i7 4770 dacht ik, een 2 gigabyte Asus 6070 dacht ik. En even kijken wat is er meer relevant om bij te vermelden. 16 gigabyte aan werkgeheugen, een 256 SSD, ja, 1 terabyte geheugen, harde schijf. Ja, nou, laten we het er even op houden. Mijn opnamekwaliteit, de gaan er van omhoog, maar... Oh, even Ctrl-T. Een deur dicht. En die kan ik volgende maand... 27 januari kan ik die ophalen. Dus je zou kunnen zeggen dat ik daar heel erg... Ik ben er heel erg blij mee natuurlijk, maar... We moeten nog heel eventjes ermee wachten. We hebben hier nog een limiet van 40.
denk zelfs langzamerhand wel naar 90 in, denk ik. Laten we hier eventjes remmen en even de acknowledge button indrukken. Zo. Want we moeten namelijk bij het volgende zijn. We namelijk 40 rijden. En dat staat zijn daar in de verte, dus laten we alvast even af gaan remmen naar 40, want je ziet namelijk het oranje teken en bij het andere signaal zie je ook nog dat oranje, geel. Je ziet het gele teken, laten we staan. Zo. Acknowledge. Acknowledge is trouwens de page down button voor jullie. Dus dan weet je in ieder geval, acknowledge is de page down button. En even kijken of we de hele trein hebben. Jazeker, we hebben de hele trein netjes op het station geparkeerd. Is alle deuren nog open? Jazeker wel. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan moeten we nou eventjes wachten totdat de conducteur de boel natuurlijk weer afblaast. En dan kunnen we verder rijden. Even kijken, we moesten om 36 aankomen. Dat hebben we volgens mij wel dik gered, denk ik. Hoop ik. En 38 vertrekken we. Oké. Okay. We kunnen natuurlijk ook even aan de achterkant gaan kijken. Het leek net dat hij heel graag door rood heen wil rijden, maar dat deed hij niet. Oké. Okay. Oh jee. Dat is niet goed. Denk ik. Oké, okay, we hebben weer connectie met de achterste rijtuig.
Zo, oké. Woeps. Oké, dus niet wisselen van cabine als je in deze situatie zit. Dan heb ik dat ook weer. Ik hoop dat die vrolijke vriend even snel afblaast. Ik wil graag vertrekken. Deuren sluiten. Remmen loshalen. En vertrekken. Nou, gezien het voorsignaal groen is, mag ik mezelf bevrijden van de PZB. Maar daar is dit niet mee eens. Oké, dan niet. Bevrijd. Oké. Dan kan ik met 60 over de wissels in knallen. Want je mag hier ook 60 namelijk. Snelheid draaien.
wel een keertje wat anders natuurlijk, hè. Een treinritje doen zonder dat je de map aan hebt staan. Dus je kunt natuurlijk nergens van uitgaan. Je moet dus goed om je heen kijken waar alles precies is. En alle seinen nou letterlijk in de gaten houden. Snelheidsbeperking. Nou, afremmen. Page down for acknowledge. En zo snel mogelijk afremmen naar 80. Hier afremmen naar, wat zou het zijn, het is 40. Dan gaan we afremmen naar 40. Of 60, ook goed. Aangezien het 60 was, gaan we even onze snelheid toch wat verhogen. We hebben tot nu toe alles nog prima behaald, in tijdslimiet en alles. Dus laten we dat vooral zo vol houden. Deuren openen en dan vervolgens afwachten totdat we weer verder mogen. En waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, als dit scenario straks is afgelopen, dat we dan even gaan kijken wanneer ik de snelheid heb overschreden en hoe lang ik de snelheid heb overschreden en wat ik allemaal fout heb gedaan eventueel. Want dat kun je nu natuurlijk niet zien. Ik bedoel, misschien mocht je op een bepaald stuk wel iets minder hard dan dat ik gedacht had. Dus, oh, we mogen al weg. Dat is lekker snel. Nou, goed. Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Oké. Gas hem dan maar, hè. Even kijken wat het zijn wil. Van hoe gaat het precies gaan rijden. Maar het kan zijn dat het een 40 zijn is. Of een 60 zijn, dus even kijken. Dit is zo goed als 60. Even mezelf bevrijden, dan ga ik gaan rijden. Oké, dat doet dus niet, prima.
dit gebied moet je extreem lang 60 blijven rijden. Mocht je weer maximaal gas geven, dus laten we dat er ook maar mee doen. Toch nog even een klein drankje tussendoor doen natuurlijk. En we moeten nu een lang stuk. We moeten zeker wel iets van een aantal kilometertjes vooruit blijven gaan. Dus. Wat ik altijd deed als ik in de trein mocht zitten, want ik had nog eens een bekende bij de NS waar ik altijd achter in de trein mocht zitten. En dan zit je gewoon letterlijk zo voor je uit te kijken. Dan zit je achter in de trein. En dat is dan zeg maar alles wat je een klein beetje ziet. Wel grappig. Dat is het Düsseldorf heen en dan hebben we hier het eindstation Düsseldorf. Dat is Düsseldorf Benrath of zoiets dergelijks. Dat is het hoofdstation van Düsseldorf. Dus, we hebben nog een aardig poosje te gaan voor nu. Maar ik ga natuurlijk wel weer een keertje een Nederlandse route rijden natuurlijk. Ik bedoel, ik kan niet altijd verder blijven gaan met de Duitse treinen. Ik weet dat er nog mensen zijn die altijd nog de Nederlandse route willen zien. Dus ik denk dat de volgende keer dat zal geheid wel eens weer een Nederlandse route kunnen worden. En ik heb al over nagedacht, denk ik, wat ik wil gaan doen met de allereerste route met mijn nieuwe PC, eind januari. Er zit een grote kans in dat ik dat doe op de route München-Augsburg. Omdat ik op die route ook mijn allereerste route heb gedaan. En met de Taurus van, wat zou het zijn geweest? München naar Augsburg, dacht ik. Of Augsburg naar München, één van die twee. En dat ga ik dus met de nieuwe PC ga ik precies dezelfde route ook weer volgen.
collega. Was eigenlijk niet nodig, maar ik doe het, dat doe ik toch. Laten we even voor ons gaan kijken. Krijg ik nou? Ik laat ook één keer mijn tablet op geluid staan en ik word meteen ervoor afgestraft. Zal ik even weer de deuren openen. Zo. Waar is dat knopje voor? Licht. Die is voor deuren sluiten, dat weet ik. Dat is de toeter. Interval van de ruitenwissers. Dat is ook niet onbelangrijk. Waakzaam, ja. Vrij. Veel. Zand. Was dat? Mantelgraaf, ja, snap ik. Niet echt veel. Dat opschakelaar, ja. Niet veel bijzonders. Behalve op de remmen na natuurlijk. Moeten we hier lang blijven? Nee, valt mee. Alles goed gedaan. Deuren dicht. En gassen.
op naar Düsseldorf hoofdstation natuurlijk. Daar zal er uiteindelijk ons eindstation zijn. Hallo collega. Ik heb een toeter op mijn water. Een treintje daarmee. Ik naar jou. Ah, oh, zo slecht dit. Zo ontzettend slecht. Gewoon niet meer doen. Niet meer doen. Ophouden en weg. Laten we gewoon maar doen waar we goed in zijn. Gewoon een trein rijden of zo. Het enige waar ik nu goed op moet letten is de... Heb ik eerst ook gehad toen ik dit zonder map oefende. Je moet ook op waakzaam drukken voor de... LZB als je natuurlijk een snelheidsbegrenzing van onder de 100 tegemoet komt. Dus er is hier straks ergens een snelheidsbeperking die ingaat voor 80 km per uur. En dan moet je de BZB waakzaam moet je inschakelen. Anders kom je natuurlijk in zo'n zwamsbremzoom terecht. En dat wil ik ook niet al te graag. Laten we voor nu gewoon lekker doorscheuren. Hallo collega, wel een beetje laat. Ah, daar hebben we het badje. Dus alvast remmen en huppakee. Iets harder remmen alsjeblieft. Het is je moeder niet. Ik moet 80 rijden. En hier nog een keer zo'n beperking van 40 denk ik. Ja, ziet er wel uit. BZB, huppakee. BZB, huppakee. Ja, dat zou op zich best nog wel kunnen. Ah, een collega. Hier hebben we een 80 zone. En nu komen we ons snelheidsbeperkingsgebied komen in. Heb ik gezien. Heb ik gezien. En hier moeten we afremmen tot 40. Heel mooi. Niet verder. Dank u. BZB. Huppakee.
Nou, dit rijdt toch prima zo? Hè? Of niet dan? Oh jee, wat willen we nou krijgen? Kom wel heel gevaarlijk dichtbij, hè? Huh? Of niet dan? Een beetje gezellig naast elkaar rijden. Volgens mij rijd ik te hard. Remmen. Doei. Wat doe je? Dag. Wij gaan lekker hier naartoe. Zijn we gewoon kats al op het eindstation? Kats wel. Zo kun je altijd zien wanneer je nou precies 30 rijdt. 30? Ja, 30. Deur open. Dankeschön. We zien nu ook dat de PZB magneet van 500 Hz aan het knipperen is. En wat betekent dat? Heb ik het de vorige keer geleerd? Dat je niet harder mag dan 25. Stop met knippen. Stop niet. Dan niet. Nou, maar dan zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig naar wat ik allemaal goed en fout heb gedaan. Dus haal ik even een mapje erbij. Huppakee. Dan moet ik nog eventjes wachten voordat ik het scenario kan beëindigen. Want het is ook wel heel erg raar, want op de een of andere manier beëindigt het scenario niet uit zichzelf. Dus nou ja, wat ik ook kan doen is gewoon de trein uitzetten. Dus PZB uit. Hoofdschakelaar uit. Pantograaf naar beneden. Verbinding verbreken met het locomotief. Ja, dat dus. Goed gegaan? Ja, netjes toch? Hallo. Die heb ik toch netjes uitgezet. Nou kan ik gewoon dit doen. Maakt niks uit. Kijk, een microfoon. Daar kun je in beatboxen. Nee. Niet doen. Niet doen. Dat slaat helemaal nergens op. Nou, hebben we alles goed gedaan? Is dat overal een vinkje? Dan zal dat wel helemaal goed zijn. Laat hier nou ook even nog een vinkje komen. Scenario terminated. Oké, en wat hebben we fout gedaan? Heb ik iets fout gedaan? Ik heb 2 keer te hard gereden. Nee. Oké, nou ja, dat maakt niet uit. Maar, desondanks, ik ben jullie heel erg dankbaar voor het kijken hierna. Eerste keer dat ik zonder mapje heb gereden. En, ja, ik zie jullie waarschijnlijk allemaal de volgende keer als ik een Nederlandse route doe. Dus, ja, heb allemaal een fijne ochtend, middag of avond. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator met Bliefjes. Dus tot dan allemaal. Ajus. Mazzel. Tot de volgende keer. Dag.